Komt er een BMW 9-serie? Supercars uit de polder en snelbruinen met dikke cabrio's. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar het Autowegjournaal. BMW denkt dat er nog plek is voor een limousine boven de 7-serie. De Vision Future Luxury Concept hint naar mogelijk een 9-serie. Denk je dat die komt, Alexander? Uh, ik uh, achterkans uh, nu wel uh, groter dan tot nu toe. Uh, ten eerste omdat BMW uh, natuurlijk altijd al een beetje in die richting aan het hinten was. In 2007 stond er al een concept in Shanghai uh, van een hele grote vierdeurskopee. Ja. ja, die kwam uh, uiteindelijk niet, maar dat was de 6 serie, de Grand Coupe. Ja, dat, uh, uiteindelijk had je dus die dan een beetje als uitvloeisel, maar die auto was toch wat groter, die concept. Nou, en uh, het is natuurlijk zo dat op die uh, groeimarkten dat er heel veel uh, vraag is naar grote, luxe auto's. En BMW is natuurlijk een heel sterk mm. merk. Geen toeval dat die in China staat natuurlijk. Inderdaad, dat hebben ze uh, niet voor niets gedaan. En uh, ja, je denkt, is er nog ruimte boven de 7-serie? Ja, wel degelijk. Want uh, daarboven heeft uh, BMW dan wel uh, de Ghost natuurlijk. Dat was van. mijn volgende vraag, ja. Ja, uh, dat is natuurlijk wel zo dat die daarboven zit, maar die kost uh, wel 3,5 ton. Minimaal. En uh, ja, boven de 7-serie en tussen die zit natuurlijk wel een enorm gat, een gat. waar mooi dan ja, een ja. 9-serie in zou kunnen. Zou het ook een rol spelen dat Mercedes ook nog met een, een, een extra grote S-klasse komt als maybach vervanger Ja, zeker. Want zij, zij hebben waarschijnlijk ook wel onderzoek gedaan dat er vraag is naar zo'n uh, soort tussenmaatje. En uh, omdat uh, zij dat uh, dus doen, dat zal BMW ook wel aanzetten om ook een stap in die richting te zetten. En, Mocht het toch zo zijn dat die 9-serie niet komt, dan is het wel zo dat we ook technieken uit die conceptcar, die Vision uh, Future Luxury, in de nieuwe 7-serie gaan zien. Dus we krijgen er sowieso wat ervan, maar uh, wat precies, dat is nog even onduidelijk. Nou, één ding is duidelijk, hij staat er in elk geval niet voor niets. Inderdaad. Het zou je niet ontgaan zijn dat met Pinksteren AutoWeek Live plaatsvindt. 7, 8 en 9 juni. Zet het vast in de agenda. AutoWeek Live, een nieuw auto-event. De nieuwste modellen zijn aanwezig en je kunt ze ook nog eens een keer zelf rijden. De grootste namen uit de Nederlandse autosport zullen er zijn. En natuurlijk ook de mooiste supercars ooit voortgekomen uit de Hollandse polders. Voor Donkervoort is het een thuiswedstrijd. AutoWeek Live wordt namelijk gehouden op de rdw kombaan, vlakbij de fabriek in Lelystad. De GTO met 380 pk is ze te bewonderen in de GTO Magazine sectie van het event. Want GTO Magazine is natuurlijk het zusterblad van AutoWeek. En GTO heeft al die mooie supercars bij elkaar gebracht. Pk's uit de polder is het thema. Naast de Donkervoort kun je er de Spijker Venator bewonderen, maar bijvoorbeeld ook de Savage Rival en de Ceker. Nieuwsgierig naar wat er nog meer op AutoWeek Live te beleven valt? Ga dan snel naar www.autoweeklive.nl en daar kun je ook alvast kaarten bestellen. Nog niet zo lang geleden reden we in Amerika met de BMW 4-serie Cabrio. Maar die is inmiddels in Nederland gearriveerd. En met het mooie weer van de laatste weken konden we het niet laten om opnieuw met de auto op pad te gaan. Maar natuurlijk hadden we er wel een concurrent bij dit keer. De Mercedes E300 Cabrio en die neemt het op tegen de 428i Cabrio. Een lekkere 6 tegen een 4-cilinder met turbo. Waarin geniet je nou het lekkerst van de zon? Het antwoord op die vraag lees je in Autowek nummer 17 en die verschijnt woensdag in de winkel. Wat hebben we nog meer in Autowek 17? Bijvoorbeeld de eerste rijtest van de Peugeot 308 SW, maar ook die van de Porsche 911 Targa. Heel interessant voor de lezerszijde is ook de test met de Skoda Octavia Combi Greenline. Die zetten we naast een Seat Leon ST EcoMotive en een Renault Megane dci 110. Dat was het weer voor dinsdag nationaal. Vrijdag zijn we weer en ik hoop je dan terug te zien. Een fijne week.